Het ministerie van Volksgezondheid is bezig met een doorlichting naar oorzaken van braindrain in de zorgsector. Woensdag zei minister Amara Madin aan journalisten dat het wegtrekken van kader in Suriname nu wel tegengegaan moet worden om erger te voorkomen. Dus mensen gaan niet zomaar weg. We zijn ook bezig een diepteanalyse te doen, heb ik in de begroting gezegd, over de prikkels waarom mensen weggaan. Wat moeten we als regering doen om mensen beter te waarderen en langer te houden in het land? Braindrain is geen norm, is geen abnormaal verschijnsel. We moeten ook niet doen overkomen alsof we alleen in Suriname braindrain hebben. Mensen vertrekken ook van Nederland naar Zwitserland. Mensen vertrekken ook van Nederland naar Dubai. Omdat men steeds, de mens is zo ingesteld, je wil overleven. Ja? De evolutietheorie zegt, the fittest of the survival of the fittest. Ja, dus je moet mensen gaan, hoe dan ook, het zal nooit goed zijn. Het zal altijd, maar je gaat naar jouw standaarden, binnen jouw budget, binnen jouw mogelijkheden iets moeten doen. In overleg uiteraard en naar tevredenheid. De minister geeft aan dat hij niet verantwoordelijk is voor uitspraken van instanties die aangeven dat ruim 80% van het verplegen en specialistisch personeel vertrekt naar het buitenland. Dit moet echt onderzocht worden. 80% van 6000 mensen. Dus u wilt me zeggen dat 4800 personen nu op vertrek staan. Dan kunnen we de tent sluiten. Die informatie kan het ministerie niet bevestigen. Wij kijken naar de officiële cijfers. Het vertrek, we moeten niet ontkennen, dat zal ik niet doen, omdat ik heb ook gezegd net, misschien moet u de WHO-website openen en zoeken naar migratie van healthworkers. Dan gaat u zien sinds wanneer er stappen worden genomen vanuit de WHO om de ethische gedragscode te bevorderen bij de migratie van zorgwerkers. In mijn speech op de World Health Assembly vorig jaar in april heb ik dit in mijn speech gezegd, dat ethical recruitment essentieel is. Ik heb zelfs met de Nederlandse minister van Volksgezondheid een tête-à-tête gesprek gehad en mijn zorgen daar geuit dat op de wijze waarop de werving geschiet, wij in grote problemen komen. Ramadin verduidelijkt dat er ook diplomatieke notas zijn gestuurd naar partnerlanden om te praten over het wervingsvraagstuk.